dames en heren, jongens en meisjes, welkom! Welkom, welkom, welkom! Bij de drie biggetjes. Nee, nee, nee. Vandaag zijn we hier met een gloednieuwe video. Een gloednieuwe video over kaasje. Ik krijg zo ongelooflijk veel kaasjevragen. Het is niet normaal, het is absoluut niet normaal meer. Mensen, zoals je ziet, zijn we op dit moment op mijn kanaal. Ha! Wat een lekkere gast! En ik heb al 425.000 abonnees. Mensen, dikke vette shout-out naar jullie. Abonneer op mijn kanaal. Het snelste groene kanaal van Nederland. Laatste 28 dagen, meer dan, je gelooft het niet, boem! Ik heb geen broek aan, Meer dan 70.000 abonnees erbij of zo in 28 dagen. Echt, what the heck, waar gaat het over? En zullen ze eraf vragen, Koen, moet jij niet een broek aantrekken? En dan zeg ik nee, want het is warm en dat weten jullie ook, het is zo ongelooflijk warm. Gun mij gewoon geen broek. In ieder geval, ik heb ik heb een paard gekocht. Hij staat hier, welkom, kom maar binnen. Ja, maar jij weet helemaal niet waarvoor dit is. Nee, maar je kan me waarschijnlijk belachelijk maken. Abonneer, kom mij toch gewoon inhalen! Nou, tot zover grap over paarden. In ieder geval, ik heb een paar leuke dingen. Ten eerste, ik krijg enorm veel vragen. Ik krijg enorm veel vragen over kaasje. Ten eerste, wanneer komt nou die nieuwe update? Van Koen, jongen, ik ga lekker. Ik heb al veel kaas gehad, maar ik wil een nieuwe wereld. Ja, in de nieuwe update komt de nieuwe wereld. Maar het maken daarvan kost even tijd. Plus, ik wil niet dat het alleen een andere wereld is. Ik wil ook dat je andere dingen kan doen. Ik ben dus bezig met nieuwe dingen toe te voegen. Ik ben bezig met nieuwe dingen toe te voegen aan de wereld. Echt fantastisch. Nee, het wordt echt heel leuk, maar het kost even tijd. Maar ik ben er hard mee bezig. Echt keihard. En weet je wie ook hard mee bezig is? De Tourione natuurlijk. De Tourione gaat lekker. Hij gaat ongelooflijk lekker. Hij gaat goed. Hij gaat hard. En hij verdient door mij Kaulo veel saaf. Lekkere centen. In ieder geval, ik zag wat leuke dingen voorbij komen. Ten eerste, onze grote vriend Daan Kanon. Dus jullie weten, Daan Kanon is echt in elke kaasreactievideo is hij voorgekomen. Want deze vent die heeft voor mij het meest kaasje van iedereen. Het mooie was, ik kwam eens bij het jeugdjournaal. Maar hij kwam ook in beeld. Dat vond ik fantastisch. Hij heeft dus nu een video erover gemaakt. En we gaan even kijken naar Daan Kanon's video. Over dat hij een kaasje. Ik ben echt benieuwd wat zijn reactie is. Yo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video hier op kanaal Daan Kanon. Vandaag ga ik reageren op de kaasje video van het jeugdjournaal, waar ik zelf dus ook in zit en dus ook op tv ben gekomen. Ik zie al hier, deze twee YouTubers komen in het spel, maar dan wisten we al Hanwee en Acid. Hanwee en Acid komen en er komen nog twee nieuwe mensen, echt leuk, echt tof, ik vind het echt tof. Ik heb ook heel veel berichten van Slotta-kijkers die zeggen van Koen, wanneer komt onze grote geliefde Lana erin? Die komt er zeker in, maar niet in de komende, maar de update erna. Die probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen voordat die erin komt. Voor de mensen die geen idee hebben wie dat is... een vriendin van een vriend van mij. Laat het zo omschrijven. Laten we nu lekker de video ingaan en gaan reageren. Nou, dit is hem. Kaasje. Ik ga even lekker spelen. YouTuber Koen, bedankt. Ja, hij vindt het leuk, hè? Hij vindt mijn acteerstukje even leuk. Al was het natuurlijk hartstikke serieus. Geleden. Dus ik denk om even beseffen dat ik pas denk, nou ja, denk 15 dagen daarna ben begonnen met het spelen van kaasje. Daarvoor speelde ik het helemaal niet. Hallo, wat hoor ik hier, Daan? Daan, wat horen we hier? Je bent pas 15 dagen geleden begonnen met het spelen van kaasje. Het is ongelooflijk. En ik zie je de hele tijd op te hypen. Ik heb nog steeds geen broek aan. Ik heb je de hele tijd op zitten te hypen. Daan, Kanon, ik ben topper. Je speelt pas na 15 dagen. Zouden er nu ook wel mensen zijn die nog helemaal niet gespeeld hebben in deze video kijken? En nog kaasje niet gedownload hebben? Want volgens mij is het echt heel erg. Maar volgens mij staat kaasje niet meer op één in de App Store. Nee, het is echt triest, maar waar. Oh, mijn god, we staan niet eens meer. We staan vijf in de App Store. Cube server staat op één. Cube server, wat is dat? Ik ben zwaar benieuwd naar zijn reactie op het moment dat hij in beeld komt. En het doel van het spel is simpel. Zoveel mogelijk kaasjes verzamelen. Mensen, zou ik je wat verklappen? We zagen net de parachute. In een nieuwe wereld wordt de parachute vervangen met iets anders. Wat gaat worden, kan ik helaas nog niet zeggen. Dat kan ik nog niet verklappen. Maar het gaat iets anders worden, ja. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Er zijn ook kinderen die filmen dat ze het spel doen. Kijk, en dat dan weer online zetten. Vandaag heb ik bijna de 40 uur in totaal gehaald in kaart. Ja, jongens, ik ben op het jeugdjournaal geweest. Jullie zien het nu. Dit is op tv geweest. Eén keer in de avond. Wat een matige reactie. Ik zit 4 minuten te kijken naar de video. En zegt, ik ben op het jeugdjournaal op tv geweest. Dat zei hij aan het begin ook. Ik wilde zien juichen. Ik wilde zien lachen. Dan krijgen we alleen dat die... Besef trouwens even mensen tussendoor. Het jeugdjournaal vroeg aan mij de vraag. De prangende vraag die ik wel vaker zie staan. Nou, dat vroeg het jeugdjournaal dus ook. Die vroegen, Koen, verdien je geld aan kaasje? De prangende vraag. En ik kan antwoord geven, ja. Ik verdien geld aan kaasje. Maar natuurlijk wil iedereen weten hoeveel. Ik heb ooit in mijn allereerste video gezet over kaasje.
Ik ga, ik denk over niet al te lange tijd een video maken waarin ik alles laat zien. Dus hoeveel mensen gedownload hebben, hoeveel geld ik eraan heb verdiend. En nu wil iedereen het, ja, wel terecht dus weten. Dan heb ik er even over nagedacht. En ik heb besloten tot een compromis te komen. En weet je wat ik ga doen, mensen? Ik ga jullie een kans geven. Kans geven om achter te komen hoeveel ik verdiende met kaarsen. Dat ga ik op de volgende manier doen. De top comment op deze video, die ga ik beantwoorden in, ik denk, mijn volgende video of over 2 video's. Maar het moet een ja of nee vraag zijn. En het mag over alles gaan met inkomsten van kaarsen. Dus het kan zijn... Koen, heb je 100 euro verdiend met kaarsen? Daar kan ik ja of nee op antwoorden. Of Koen, heb je 1 miljoen verdiend met kaarsen? Kan ik ja of nee op antwoorden. 1 vraag, mensen. Dus let goed op welke comment je like. Want alleen de top comment, en ik ga niks verwijderen, ik ga het eerlijk doen, die ga ik beantwoorden. En ja, hopelijk zijn jullie daarmee tevreden. Mij lijkt het wel een lachen manier en ik ben benieuwd waar jullie mee gaan komen. Ik ben echt heel benieuwd wat de vraag gaat zijn. Ik zit te denken van, kan ik hiermee genaaid worden op een manier? Maar als de vraag, hoeveel heb je verdiend met kaarsen? Daar kan ik ja nee op antwoorden. Maar dat is geen ja nee vraag. Mensen, de top comment is belangrijk onder deze video. Die is echt belangrijk. In ieder geval, even iets anders. Succes wordt overgenomen. En dat heb ik een paar video's geleden laten zien. Toen was de app Kaasje nagemaakt. Gewoon de normale app Kaasje. Die heet ook Kaasje. En dat was bizar. Dat was bizar slecht. Ongelooflijk slecht. Maar nu heb ik dus wat schokkends. Wat ongelooflijk schokkends. Namelijk als je nu gaat naar de Google Play Store. En dit is ongelooflijk. En je zoekt Kaasje. Je hebt nu Kaasje politieavonturen. Wat is dit nou weer? Kaasje politieavonturen. Nou, dus wij gaan kijken wat het is. 15 reviews, 1.9 ster is niet heel goed. Nagaan van Koentje DMP. Niet helemaal mijn naam, maar goed. Nou, hij is gedownload. Het ongelofelijke poepspel is gedownload. Nou, dan gaan we spelen. Hallo, ik kan niet eens springen of liggen. Jump glitch. Hallo, ik kan niet springen. Game over. Hoe spring je? Ik kan echt niet springen, ik zweer het je. Dit is geen slecht spel, dit. Zeg, hij heeft zelf de animatie van het kaasje genakt. Nou, dit is toch een ongelofelijk poepspel. Mensen, download het vooral niet. En blijf vooral lekker kaasje spelen. Wat een ongelofelijk, ongelooflijk slechte app is dit. Deze is nog slechter dan de vorige. Dan zag ik hier een goede video. Speel nooit kaasje om 3 uur 's nachts. Like deze video even in 3 seconden tijd. Anders is er een grote kans dat Horror Koen naar jouw huis toe komt. Vergeet hallo? Niet hallo? Horror Koen? We hebben eigenlijk nog niemand unlocked, want zo lang speel ik dit nog helemaal niet. Hallo, ga eens meer spelen. Ja, dus waar je gewoon voor moet betalen. Maar laat dat dan maar niet gaan doen. We hebben Koen. Hallo, koop nou die premium Koen. Nou ja, in ieder geval, horrorkaasje man. Nu is het nog een beetje een normaal potje. Kunnen wel gekke verschijningen komen. Hey. Ik zag iets op de achtergrond. Oh mijn god, daar gaan mensen laten schrikken. Hè? De kaarsjes veranderen in rood. Het is best vet. Oh mijn god. Ja, dit is ook gewoon een rood effect. Is best leuk. Is leuk gedaan. Je wordt die paars. Wat? Nou zijn ze paars? Hoe dan? Hoezo zijn de kaarsjes deze andere kleur? Oké, nu zijn ze weer normaal. Wow. Hoe ging hij niet dood daar? Hallo? Hallo, ze krijgt toch geen geld van advertenties? Hallo? Biografie van Glow Movies. Ik stop als ik 10.000 kaarsjes haal. We gaan vandaag kaarsen spelen totdat we 10.000 kaarsen hebben. Dus holy shit. We gaan niet stoppen totdat we 10.000 kaarsen hebben. En één run. 10.000? Ik heb berekend dat je daar een uur over doet. Een uur. Jongens, onthoud nou wat er achter deze leuke gast staat. Smile. Smiles. Lekker lachen. Wel een leuke video. Ik had een video dat hij tot 2.500 ging. En toen kreeg hij een popje, dus... Koen, misschien krijg je ook een popje. Nee, je kan de vinken krijgen. Je krijgt geen poppetje. En speciaal voor deze video heb ik premium Koen gekocht. Yes! Komt-ie. Ik ben al bezig, hè. Wat een topper. Ik heb een biertje te zuipen, jij een gast. Het is groen en zijn green skin valt het weg. Wat mooi. Doet hij goed, hoor. Hatsa! Wat een oh nee! Oh mijn moet ik doen? God. Nee. Dit is dus zo... Dit is schitterend. Wat mooi. Hij gaat goed. Nee! Besef, je bent gewoon 20 minuten mee bezig. Wijk. Maar ze hebben het echt... Oh mijn god. Je 6.000 aangetekend. 6.000 heeft hij. Ik vind het gewoon spannend dit. Toen waren we er echt helemaal klaar mee. Ik ga even doorspoelen. Hij heeft 8.000 kaarsen. Oh, de muziek bouwt op. Dat is niet goed. Hij gaat te traag. Oh, hij wordt doorgespoeld. Oh, het gaat fout. Ik voel dat het fout gaat. En Jesper lukt. Oh, hoe ging je daar ook dood? Beide dagen hebben we ongeveer 8 uur kaarsen gespeeld. Of nou, ik moet zeggen, ze hebben het goed gedaan. 8.000 kaarsjes is oprecht heel knap, maar 10.000 kan. Dus eigenlijk heb je gewoon gefaald. Ben ik wel heel eerlijk in. Glow Movies. Nu hebben we gewoon keihard gefaald. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Vond je het video leuk, doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal, ook hier beneden. Let op de top comment, dat is belangrijk. En dan zeg ik de groeten. Holy shit.
shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Oké, de mop van vandaag. Waarom doet de koningin, zwaait ze nooit met deze hand? Waarom zwaait ze nooit met deze hand? Omdat het mijn hand is. Joe.